Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de stabiliteit van de euro. Daar is het allemaal om te doen. Wat de PVV betreft, laat me niet lachen. We zijn nu een paar jaar bezig vanaf 2010 en de stabiliteit in de euro is nog lang niet teruggekeerd. Ik las net het bericht dat de euro de laagste stand heeft bereikt sinds 3 maanden. 1,29 euro. Europa is ook zwaar in paniek en het wordt van kwaad tot erger. Eerst hebben we voor miljarden van ons belastinggeld kunnen pompen in failliete landen en banken. En nu beginnen ze ook nog aan ons spaargeld te knabbelen. In Brussel probeert men naastig via allerlei verdragen begrotingsdiscipline af te dwingen. Maar het blijven tekentafelverdragen. Het Europact, het Two-Pack, het Six-Pack, het Stabiliteits- en Groeipact, het Europlus-Pact, het macro-economische onevenwichtigheidsprocedure en nu het begrotingspact. Of moet ik zeggen, het Fiscal Compact. Of moet ik zeggen, het verdrag in zaken stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie. Voorzitter, veel mist, veel overlap, veel van hetzelfde en allemaal zo ingewikkeld opgeschreven dat niemand het nog begrijpt. En Brussel ziet dan ook zijn kans schoon. De misère is zo groot dat dit de tijd is om de lidstaten tot discipline te dwingen. Dit is de tijd voor een federaal Europa. De crisis is voor Brussel dan ook een zegen. In paniek tekenen alle lidstaten ongezien bij het kruisje in de hoop dat daarmee de problemen verdwijnen. Maar niets is minder waar, voorzitter. Ze tekenen hun doodsvonnis. En het is dan ook niet zo gek dat Engeland en Tsjechië dit wurgcontract weigeren te tekenen. Volgens dit contract krijgt de commissie het volledige gezag over een lidstaat bij een tekort hoger dan 3%. Het is slikken of stikken met boetes als stok achter de deur. Voorzitter, volgens het Fiscal Compact moet het structureel saldo met 0,5% per jaar verbeteren. Maar dit gaat niet lukken, ook niet in Nederland. Ik heb het scepter nog eens op nageslagen. In 2013 is ons structureel saldo min 1,4%. En in 2017, ondanks 50 miljard aan bezuinigingen, in 2017 is het nog steeds min 1,4%. In 5 jaar tijd verbetert ons structureel saldo met geen dubbeltje. En ik vraag deze minister dan ook, treedt dan het automatisch correctiemechanisme nu in werking? En hoe ziet dat eruit? Betekent dat nog meer bezuinigen bovenop de 50 miljard? Voorzitter, vriend en vijand zijn het erover eens dat te snel consolideren van de overheidsbegroting economisch zeer onverstandig is. Harde bezuinigingen en lastenverzwaringen verdiepen de recessie, aldus Bas Jacobs van de PvdA. En het CPB verklaarde vorige week, het tekort wordt nauwelijks teruggedrongen en de schuld loopt alleen maar verder op. Allemaal wijze lessen, ook vandaag het IMF, de SP refereerde er al aan, gaf aan, extra bezuiniging in 2014 is zeer onverstandig. Maar het Fiscal Compact, het begrotingspact, dwingt Nederland tot deze onverstandige koers. Met meer schade, meer krimp, meer werkeloosheid tot gevolg. Waar zijn de automatische stabilisatoren gebleven? Waar is het anticyclisch denken gebleven? Uit het bovenstaande blijkt dat Nederland de regie dan ook volledig kwijt is over zijn overheidsfinanciën. We zijn verworden tot marionetten van Brussel. Brussel zegt springt en wij springen. Zonder ons af te vragen of dit wel goed is voor Nederland. Voorzitter, dit is zo fout. En de PVV zal daarom tegen dit verdrag stemmen.